Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. You love, you lose, but you've got the love I need to see me through. Af. Hoor je nog? Hallo. 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 Wat is jouw naam? Ik ben Line. Dag Line. Dag Line. Wauw, Line, proficiat. Dank u. Met een fantastische auditie. Fantastisch dat je genezen bent en dat je, ja. Dat je dan nog al de tijd positief bent gebleven en daar iets hebt uitgehaald. Dat is werkelijk. Dank je wel. Ja, dus voor iedereen is dat. Dat is een beetje een lekker voorbeeld, hè. Hey, Line, hoe oud ben jij? Ik ben 18 jaar. 18. Fucking ja. Hell. Het allerbelangrijkste vond ik van jouw performance daarnet. Het was zo oprecht gemeend dat je goed kunt zingen. Dat is duidelijk, hè. Maar dus niet iedereen die goed kan zingen, kan het ook zodanig brengen dat je zegt, fuck, ja, oké, okay, ik voel het helemaal binnenkomen. En dat was het geval. Dus ik denk dat je voor mij moet kiezen. Omdat ik denk dat wij samen een super, superleuk parcours gaan afleggen. Dat gaat klikken, ik voel dat. Hey Line, ik kan niet stoppen met lachen. Ik ook niet. Ja, ik voel dat echt. Ik voel dat ik niet kan stoppen met lachen, in de goede zin. Hetgeen dat mij enorm opviel, was hoe hard dat je op de gegeven moment dat je aan het zingen bent, er echt in kunt kruipen. Uw positiviteit en uw energie is heel aanstekelijk. Dank. En ik hoop dat je mijn energie voelt en dat je voor mij gaat kiezen. En dat we samen dat pad kunnen bewandelen. Want ik ben ook curieus wat je nog in petto hebt, muzikaal. Dank je wel. Dus, ja. Line, ik heb echt nog heel weinig meisjes in mijn team. En ik zeg dat hier nu niet in het ding van, kom daarom bij mij. Het is ook niet dat ik al extreem veel mannen in mijn team heb of zo, maar nog ik minder meisjes. Heel weinig volk in zijn team. Omdat ik echt heel streng ben en alleen wil duwen voor de mensen waar ik direct als coach zoiets van heb. Hier wil ik echt al mijn energie en tijd in steken om u beter te maken. En mijn hart gaat hier tekeer omdat ik gewoon echt graag met u wil werken. En ik heb ook als eerste gedrukt omdat, ja, je voelt dat ineens van oké, okay, die muzikaliteit zit daarin. En daarom hoop ik echt oprecht met u te mogen werken. Dank je wel. Luxe probleem. Ja, een luxe probleem. Line, ja, zonder context waren we al volledig in uw wereld. En je hebt zo'n uniek stemgeluid. Je brengt ons in vervoering. En een emotie, want ik moet wel zeggen, het heeft mij wel gepakt of zo, ja. Alles. Ja, ik zou ongelooflijk vereerd zijn om iemand als jou in mijn team te hebben. Dus, dank je wel. Ik zou zeggen, de keuze is aan jou. Ja.
weet het echt niet. Zeg dat maar, team Natalia. Het is oké. Kom maar aan onkel Koen gewoon, Line. Ik denk... Ik denk dat ik... Oh, ik durf het niet te zeggen. Natalia. Natalia. Ik denk dat ik ga kiezen voor... Ja. Zeg het, zeg het, zeg het. Zeg het. Maar, moeten we even overleggen of niet? Allee, kom, 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 kom. Even overleg. Top overleg. Is wie twijfelt je? Dat is wel leuk. Oh. Ik kies voor... Mathieu. Oh. Dankjewel.